Nou, we zijn op de Vijf Ambachten. Hiernaast ligt de Ruwe Hennep. De parels wat betreft de rietlandpolders in de Biesbos, net als de Noorderplaat trouwens. We zijn hier werkzaamheden gaan uitvoeren om het riet en het moeras nog beter te maken, zodat er meer riet- en moerasvogels in de Biesbos komen broeden. Vandaag lopen we mee met Theo, collega boswachter ecologie. En die gaat dus kijken of deze maatregelen die we genomen hebben al echt hebben bijgedragen voor meer vogels. Vorige week geteld door de vrijwilliger, volgende week wordt het weer geteld door de vrijwilliger. Op deze manier proberen we volgens de richtlijnen zoveel mogelijk vogels te karteren. Hoe lang wordt hier al geteld op de Vijf Ambachten? Het is het 30ste, 31ste jaar al dat hier de broedvogels geteld worden. In het begin door Jan van der Nat, Jan van der Kam, de oude bekende vogelaars. En daarna overgenomen door zoveel vrijwilligers samen met Staatsbosbeheer. En dit is altijd een van de pareltjes geweest, met name blauwborsten. Een hele goede plek voor blauwborsten. En er zitten nog steeds heel veel. En we hopen er natuurlijk nog meer nu, nu het vernat is. En een aantal van de houten gewassen eraf gehaald. Wat minder onkruiden erin en dan krijgen we hopelijk nog meer blauwborsten. En zoals je hoort, rietzangers, volop rietzangers. Nou, af en toe staat er nog een beeldje of een struikje in het rietmoeras. En dat zijn perfecte zangborsten voor bijvoorbeeld de blauwborst. Die zitten hier veel. Dit is een van de betere plekken voor die soort in het Nationaal Park. En die hebben heel graag een zangborst, net als de fiets trouwens. Kunnen ze mooi over hun territorium heen kijken. En dan hoor je een fantastische pompende zang. En de blauwborst heeft eigenlijk alles. Een prachtige, helder blauwe borst. En hij kan ook nog eens fantastisch zingen. Nat, hè, staat hij. Dit is een van de delen die is gemaaid. We zijn hier op de Vijf Ambachten. Een polder waar wij het riet proberen te versterken in waterriet. Er is gemaaid om ervoor te zorgen dat er veel onkruiden en bijvoorbeeld de guldenroeders weggaan. Maar wat je helaas nu in het eerste jaar ziet is dat de rietwortels losraken door de veel hogere waterstanden dan ze gewend zijn. Wat wij nou hopen is dat die weer gaan ontkiemen. En dat wat sterker, het riet sterker wordt en beter bestand is tegen het water. Zodat de concurrenten het verliezen en het riet het wint. En wanneer is het nou zeker een broedvogel? We hebben een soort van manier verzonnen om zingende vogels te laten tellen als broedvogel. Het is natuurlijk hartstikke moeilijk om in het riet al die nesten te vinden. Dus wij tellen eigenlijk zingende mannetjes. En mannetjes zingen om het territorium te verdedigen en om de meisjes te lokken. En als hij dat nou lang genoeg doet, dus met een tussenperiode van enkele weken nog steeds op diezelfde plek zit, dan nemen wij aan dat het zeer waarschijnlijk is dat hij daar ook broedt. Ik denk dat als je iets drie keer op dezelfde plek gehoord hebt, met een periode van enkele weken, dan mag je meetellen. Nou, in de afgelopen winter reden hier grote machines rond, zijn de klepduikers aangebracht en is de boel vernat. Dat heeft natuurlijk wat onrust met zich meegebracht. En dan betekent het ook niet gelijk dat een paar weken of een paar maanden later al die rietvogels die wij graag zouden zien, hier direct weer zijn teruggekomen. Een soort die bijvoorbeeld nog ontbreekt is de roerdomp. Het is immers half april en dan horen die roerdompen echt loeihard te hoempen. Maar goed, ik hoor hem niet. Nou, weer zo'n fantastische blauwborst, de zoveelste al deze morgen. Hier algemeen, maar in Nederland echt heel erg bijzonder. In West-Europa zijn er maar weinig gebieden waar zoveel blauwborsten bij elkaar zitten. In de Biesbos zitten er maar liefst 1000. En deze vogel heeft eigenlijk alles. Een helder blauwe borst en een fantastische zang. Nou, als die op editie gaat bij Idols, dan gaat die zeker ver komen. Nou, dit is een belangrijk hulpmiddel. Typisch Biesbos, een klepduiker. Hier is het buitenwater van de Brabantse Biesbos. Daar gaat het water op en neer. En daar kan het water dus ook via de klepduiker de rietlandpolder inlopen. En als die polder nou vol staat met water, sluit hij zich dicht aan de achterkant. Dan gaat de klep sluiten en ontstaat daar eigenlijk een heel mooi nat rietmoeras. En kan het water vastgehouden worden. En een goede telling gehad? Ja, we waren iets te laat. Misschien, maar blauwborsten zijn al een beetje klaar met zingen. Snor en sprinkhaan, daar ben ik wel heel tevreden over. Ja. Dus nog twee keer voor de blauwborst, eind april en dan begin mei. En dan gaan we op naar de karakieten en de rietzangers. En dan moet alles weer terug zijn. Maar dan gaat de wekker vroeger? Dan gaat de wekker richting vieren. Oei, ja. Nou goed, ik ga het proberen.
Ik reken op je. Anno 2016 zijn we dus nog steeds bezig met het bewerken van rietland. Het wordt gesneden. Niet meer voor stoelen, niet meer voor rieten daken, maar nu voor de blauwborst, de snor en de roerdomp. Nou, tot zover het verhaal over de Rietlandpolders vanuit Nationaal Park de Biesbosch. Ik hoop dat je het leuk vond. Je kan je nog steeds abonneren op het YouTube-kanaal en dan zie ik je de volgende keer.